Hoi Magical Metal vrienden, mijn naam is Jeroen Hendricks en vandaag staat er een leuke muziektheorie oefening op het programma. Met deze muziektheorie oefening speel je op een leuke en interessante manier alle mineur en majeur akkoorden die er bestaan. Met je linkerhand begin je op de C en je gaat vervolgens in stappen van een kleine terts en een grote terts naar beneden. Dus in dit geval een C, een A, een F, een D enzovoort. De rechterhand begint met een C-majeur akkoord en vervolgens wisselen de akkoorden zich af in majeur en mineur. Dus je krijgt een C-majeur akkoord, een A-mineur akkoord, een F-majeur akkoord, een D-mineur akkoord en zo verder. Het interessante van deze oefening is dat je de akkoordenwisselingen doet door slechts één toets in de rechterhand te veranderen. Met deze oefening krijg je meer inzicht in de akkoorden die er zijn en hoe je ze dicht bij elkaar kan leggen op je toetsenbord.